In het voorlichtingsprogramma van de gemeente Someren besteden we aandacht aan de kadernota integrale veiligheid. Burgemeester Alfred Veldman geeft tekst en uitleg over deze nota. Burgemeester, we gaan praten over de kadernota integrale veiligheid. Daar behoeft wel enige uitleg. Ja, dat kan ik me voorstellen. Veiligheid is natuurlijk een heel belangrijk item. De gemeente is ook regisseur als het gaat om veiligheid. Hè. We moeten in ieder geval zorgen in samenwerking met de diensten die daarover gaan dat de veiligheid op een goede manier geordend is in de gemeente. En om ook te zorgen natuurlijk dat de diensten op een goede manier kunnen werken, in dit geval dan ook de politie, is het wel belangrijk om goede afspraken te maken. En die moet je natuurlijk niet alleen in de zomer maken, maar die maak je in een veel groter gebied. Dus er wordt een veiligheidsbeleid eigenlijk vastgesteld in heel Oost-Brabant. Dat zijn 42 gemeenten, dat is de regio Den Bosch en de regio Eindhoven, zal ik maar zeggen, bij elkaar. Dat is groter dan ik verwacht. Ja, dat is groter dan in het verleden. Dat heeft te maken ook met de reorganisatie bij de politie. We hebben nu een nationale politie en die is opgebouwd in een elftal regio's. Een van de regio's is dan hier dit gebied, zeg maar Den Bosch en omstreken en Eindhoven en omstreken. En het is belangrijk dat we voor de komende 4 jaar prioriteiten gaan stellen van waar gaat de politie zich bijvoorbeeld ook mee bezighouden als het gaat om veiligheid. Burgemeester, in die 42 gemeenten speelt gewoon allemaal hetzelfde? Ten dele wel. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een heleboel gemeenten waar overlastproblematiek is rondom jeugd, waar veel ingebroken wordt. Zo zijn er een heleboel prioriteiten die eigenlijk landelijk hetzelfde zijn. En daarnaast kun je natuurlijk ook nog problematiek op je lokale schaal hebben, in je eigen gemeente, waar je dan extra aandacht aan kunt besteden. De Peel is ook een apart gebied, daar spelen ook andere dingen dan in zeg maar de Meijerij. Ja, nou, de Peel is ook binnen de hele politieregio is dat ook weer een aparte entiteit. Hè. We hebben een basiseenheid de Peel, dat is dus Helmond en Laarbeek, Deurne, Geemert, Bakel, Asten en Someren. Dat is dan de Peel. Hè. We kunnen daar ook eigen prioriteiten instellen. En daarnaast is het natuurlijk ook zo gemeente Someren. Stel dat hier iets gebeurt waarvan we zeggen dat het heel erg belangrijk is, dan kunnen we natuurlijk niet zeggen van nou, daar doen we niks mee omdat het niet in de prioriteitsstelling plaatsvindt, dan gaan we er ook wat mee doen. U weet wat hier gebeurt, want u krijgt er iedere dag mee te maken. Wat zijn hier de prioriteiten? Nou, wat in ieder geval voor ons belangrijk is, is verkeersveiligheid en veiligheid rondom evenementen. Hè. Verkeersveiligheid is natuurlijk ook belangrijk, zeker in Assen Someren. Dat merken wij ook, daar willen we aandacht aan besteden. En veiligheid bij evenementen. Er worden veel evenementen georganiseerd, ook in de gemeente Someren. En dus grotere? Grotere en steeds groter natuurlijk. En daarom is het ook belangrijk natuurlijk dat de mensen die er naartoe gaan, dat die ook weten dat ze naar een evenement toe gaan, waar in ieder geval de veiligheidsvoorziening op een goede manier geregeld zijn. Schade zijn we wijs geworden afgelopen jaren in Nederland. In Nederland wel. Gelukkig, zeg ik dan maar, hebben wij nog nooit een calamiteit gehad in het kader van veiligheid bij een evenement. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop wij afspraken maken van tevoren met degene die het organiseert. En daar ook controle op uitoefenen van tevoren. Grote evenementen met tenten gaan we altijd kijken van zijn de veiligheidsvoorzieningen op een goede manier gewaarborgd, zodat het evenement op een goede veilige manier kan plaatsvinden. Verkeersveiligheid, zei u, is bekend, maar dat is vooral de A67 waar daar de meeste ongelukken gebeuren. Op de A67 gebeuren natuurlijk ongelukken, maar je moet ook kijken af en toe van in je eigen gemeente hoe hard wordt er gereden, bij wijze van spreken. Zijn er situaties die onveilig zijn, moeten we daar ingrijpen? Dat is ook een hele belangrijke, want ja, ook op het terrein van verkeersveiligheid, je hebt natuurlijk heel veel kwetsbare verkeersdeelnemers, dat kunnen kinderen zijn op de fiets, dat kunnen oudere mensen zijn die bijvoorbeeld gebruik maken van een rollator of wat is meer zij. En je moet je ook zorgen natuurlijk dat dat allemaal op een goede manier accordeert. Terwijl de afgelopen jaren heel veel aan gedaan is. Ja, daar doen we natuurlijk ook veel aan, maar dat blijft natuurlijk altijd een punt van aandacht. Ja. Wat nog meer? Nou, we hebben een aantal prioriteiten die dan eigenlijk voor de hele regio gelden. Hè. Dat is zeg maar problematische jeugd en jeugdgroepen. Hè. Helaas moeten we constateren dat het daar nog niet altijd goed gaat. Wat ook belangrijk is de georganiseerde criminaliteit. Dat klinkt misschien wel deftig, maar we merken steeds meer dat we, laten we zeggen, we hebben een wereld die we met z'n allen zien. En we hebben een wereld die we niet met z'n allen zien, maar waar een heleboel dingen gebeuren die niet zouden moeten gebeuren. En dat infiltreert steeds meer in de bovenwereld. Hè. Dus het is gewoon ook voor gemeenten belangrijk dat wij samen met politie en justitie en belastingdienst samenwerken om dit soort zaken aan te pakken. Dat is
Zijn er vooral drugsgerelateerde problemen? Ja, vaak wordt bijvoorbeeld in drugs, lees de krant maar, daar wordt natuurlijk ongelooflijk veel geld verdiend in die hele wereld. En dat is allemaal zwart geld en dat probeert men natuurlijk ook weer naar de bovenwereld te witten met alle gevolgen van dien. Dus daar proberen we ook in samenwerking, dat kan een gemeente natuurlijk nooit alleen, dat doen we als gemeenten samen met politie en justitie en belastingdienst, proberen we daar in gezamenlijkheid op te treden. En dus dat is belangrijk. Nou, je geweldsdelicten natuurlijk, woninginbraken, overlast en leefbaarheid is ook een heel belangrijke natuurlijk. Hè, hoewel daar ook natuurlijk heel erg de verantwoordelijkheid bij mensen zelf ligt. En mensen kijken natuurlijk heel vaak naar de overheid, grijp in. Hè, maar vaak gaat het om situaties van mensen die bij elkaar in de buurt wonen, die niet goed met elkaar om kunnen gaan. En dat is natuurlijk een eerste verantwoordelijkheid voor mensen zelf om daar iets aan te doen. Kunnen wij ook het middel van buurtbemiddeling inzetten, bij wijze van spreken, als het niet goed gaat tussen buren of in de straat. Die verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie daar. Dus dat proberen we zoveel mogelijk te laten bij degene die zelf daar verantwoordelijk voor is. Nou, ook de zorg voor de buitenlandse werknemers natuurlijk, hè, met name de zorg. Hè, buitenlandse werknemers die hier komen, die moeten zich houden aan de regels hier, die hier gelden in Nederland. En anderzijds moeten wij ook zorgen dat bijvoorbeeld waar zij wonen, dat ze ook in een veilige situatie wonen, dat we daar ook toezicht op houden. Dat mensen niet weggestopt worden in woonsituaties die niet goed zijn. Dus dat is ook een punt waar we ons mee bezighouden. Kunnen ze een zomer over meepraten, die hebben er ervaring mee? Ja, wij hebben inderdaad daar ervaring mee. 2008 was wat dat betreft natuurlijk een heel belangrijk jaar, hè, toen we daar bij mevrouw Jansen ingegrepen hebben. Maar het is heel belangrijk om gewoon alert te blijven erop. Hè. Wij hebben ook regelmatig controles op panden die leeg staan, om te kijken van worden die bewoond en door wie worden ze bewoond. Om in te kunnen grijpen ook op momenten dat we zien dat en de veiligheid in het geding is of de woonsituatie zo slecht is voor mensen dat dat niet kan. Veiligheidsgevoel, heeft u een beetje idee van hoe die in zomer is? Want dat is iets anders, hè? Ja, nou ja, veiligheidsgevoel is natuurlijk wat anders dan echt feitelijk onveiligheid. En we mogen zeggen toch in zomer dat het gevoel van veiligheid is behoorlijk hoog, gelukkig. Hè? Want ik zeg altijd, ik ben niet jaloers op een aantal burgemeesters van grote steden die wat dat betreft veel grotere problemen hebben. De feitelijkheden, dat valt ook mee. Hè. Het is niet zo dat wij een onveilige gemeente hebben. Gelukkig niet. En met het gevoel van veiligheid gaat het ook goed. Maar ja, er hoeft maar iets te gebeuren natuurlijk weer. Iemand die iets overkomt. En dat kan onmiddellijk leiden weer tot een gevoel van onveiligheid ergens. Gaat zich niet buigen over de kadernota. Wat gebeurt er dan verder mee? Nou, de raad stelt dus eigenlijk de prioriteiten vast. Dat gaan ze vanavond ook doen. En die prioriteiten die geven wij dus door hier aan de regio Oost-Brabant. En dan worden die opgenomen in de nota voor de komende 4 jaar. En dan komt dat terug en dan geeft de raad daar definitief een klap op. Dus dit is eigenlijk een moment waarop de burgemeester verplicht is en terecht om met de raad te spreken over wat vinden wij nou belangrijk hier in zomeren als het gaat om veiligheid. Dat doen we vanavond, dat geven wij door en daarnaast wordt in de nota opgenomen. En dan gaan we zorgen dat in ieder geval die prioriteiten, dat daar voldoende aandacht aan besteed wordt.